Sportief bezoek op de Meester Spichtschool in Hoogkarspel. AZ-spelers Jeremy Helmer en Richard Chetlachet kwamen langs bij groep 7 om leuke spelletjes te doen. Waar staat AZ voor als je A denkt, ook maar als een sporter, ga je hier staan? Maar ook om te vertellen over het belang van gezond eten. Wat is nou de gezondste voeding voor een speler als hij begint te voetballen? Wat ik zeg, meestal eten we voor de wedstrijd pasta of pannenkoeken. Waarom heten jullie pasta en pannenkoeken? Ja, er zitten veel koolhydraten in, dus dat is goed voor je, ja. Wat heb jij vanmorgen gegeten? Een broodje met kaas en een bolletje met vruchthagel. En wat heb je geleerd vandaag? Wat is niet zo goed? Hagelslag. Maar het ging Nora vooral om het ontmoeten van de spelers. Ze is groot fan van de Alkmaarse voetbalclub. Al was haar mooiste AZ-ervaring eigenlijk afgelopen zondag. Na de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Fortuna Sittard. En toen had ik een juichbord gemaakt. En er stond op, wie zot mag ik uw shirt? En toen, aan het eind van de wedstrijd, toen had hij dat shirt gegeven aan mij. Omdat hij dat juichbord had gezien. En toen had ik ook een foto met hem. En ik vond dat echt heel leuk. Ik moest huilen.